Hoi allemaal, daar ben ik weer. En zoals beloofd, ook deze week weer een video. En het is waarschijnlijk de leukste video uit de hele reeks, want 15 auditiedagen filmen, dat gaat niet altijd helemaal even lekker. Dus waar jullie nu naar gaan kijken, ik denk dat je buikpijn krijgt van het lachen. Dus veel kijkplezier. Vorige week hebben jullie heel veel kunnen zien over het zanggedeelte van de audities. En dat klopt niet, want vandaag gaan we het over het zanggedeelte hebben. Vorige week was het dansen, dus gaan we snel kijken naar binnen, want dan gaan ze zingen. Ja, echt pijn. Ja? Ja, wat was dat? Het was een... Dat is niet leuk. Hoi allemaal, Tina bestaat dit jaar 50... En ik zag je al kijken, dat is niet Imke, dat klopt, die kan vandaag niet en daarom prees ik. Ik deed het gewoon fout omdat zij ook lekker naar binnen komt. En er zijn weer super veel jongens en meisjes vandaag, meisjes vandaag om aan iets te komen doen. Veel jongens en meisjes, lijstje. Hoi allemaal, het is weer tijd voor de 9e auditiedag van Latina Musical en... Nou kom. Ik ga. Niet de microfoon op eten. Hier, camera loopt. Twee seconden. Hoi. En actie. Oké, nog een keer. En go. Ja? Nee, wat zeg je nou? Oh. Vandaag was echt een onwijs leuke dag. En ik ben nu tekst uit. Een week voordat je auditie gaat doen, krijg je de video thuis opgestuurd van het liedje en het dansje. En nu weet ik het niet meer. Niet weglopen. Oh. Super cool. Camera loopt. Een aantal groepen mogen kijken en mee mogen kijken. Mag ik opnieuw? Ja. Oké. Okay. We zijn nu halverwege de dag. En nog een keer, of zo. Ik sta hier nu naast Sterren en die kennen jullie natuurlijk allemaal van het Euro Junior Songfestival. Het zijn Junior Eurovisie. Junior Eurovisie. Ja, daar ga ik ook wel mee, want het zijn vrouwen. Vrouwen gaan altijd samen naar de wc. Ik kan niet zingen. Nee. Nee. Ik had al zin in Tina de Musical, maar vandaag kan ik echt niet meer wachten. Jullie hoeven volgende week... Jullie hoeven helemaal niks volgende week. En ik had net nog een hele leuke vraag en ik ben hem nu gewoon vergeten. Wakker meenemen naar huis? Ja. Oké, okay, bezig. Ja. Vandaag staan we in de da. Wat mag ik nu zelf weer gaan? Na da. Ga je mee? Oh, ik moet echt niet meer op weg. Oh nee, stop met filmen. Was hij erg? Altijd leuk om zo voor eeuwig te staan op het internet.